Linda is dus ongeveer 4 jaar oud. Ja, ik ben dus de papa van Linda. Je kunt dat misschien wel zien in de vorige video's. En Linda heeft een en ander uitgestoken, hè? Ja. Ja, Linda vliegt dus random door mijn kamer. Linda, waarom doe jij dat nu? Papa is hier bezig met een heel speciaal belangrijk interview voor VTM. En Linda, ga ik even papa op een schootje zetten, hé? Hey. Ja, hé. Hey. Linda heeft dus haar eerste fucking vriendje. Linda, hebben ze dat nooit uitgelegd op school? Ja, je gaat toch niet naar school, maar dat komt wel een keer dat je ouder bent dan 4. Ja, soms moet Linda toch een keer een rammeling geven, zodat ze beseft dat ze eigenlijk maar 2 jaar is, maar ze heeft nu al een vriendje. En vandaag gaan wij dat vriendje een keer ontmoeten. Wie heeft er nu een relatie met een baby van 2 jaar? Hé, hey, Jonathan. Linda, je moet minder kakken in je broek, want een broek dat kost geld. Heel veel geld, en sinds dat onkel Arno achter de... Ja, dat is de strafhoekje. Als Linda stout is, dan vries ze in de hoek. Maar plots van de hoek is het plafond. Hey, ben Jonathan. En wie zei hij? Ik zeg het net, Jonathan. En ja, maar wat doe je met Linda? Is niet. Jonathan, dat is uw tekst niet, man. En wat doe je met Linda? We zijn al een koppel over 2 jaar. Ja, we zijn er vroeg aan begonnen. Ja, blijkbaar. Ja, maar ja, wat doe je met Linda? We zijn er een koppel, is hè? Een koppel? Ja. En vind je dat normaal? Dat kindje is toch geen 2 jaar oud en je hebt een relatie mee, hé? Ja, maar zij komt meestal naar mee, hè. Is dat waar? Ja. Hé? Ik had je altijd gezegd, hé? Mama slet, dochter slet. Zo had dat nu eenmaal die ding, ah ja. Is kindgeld. Oh. Ja, je ziet dat dus, hé? Die Jonathan, die neemt vol... Je weet wel, ze van die rare bewegingen gedaan met Linda. Man, mijn klein meisje, dat is helemaal om zeep, hé. Helemaal om zeep. Ik heb ze beloofd dat ze samen mochten slapen op 1 voorwaarde, dat ze geen vuile dingen gingen doen. Linda! Oh meneer! Wat ik heb van Linda, wat is dat eigenlijk, vuilhard? Linda is dus 12 weken geleden bevallen van een kindje, hè? Ja, eigenlijk niet van een kindje, van een tweeling. Ik zit hier nu opgescheept, Linda. Met een onderstomme scheidklein en met een scheidteletubby. Hoe dat die teletubby het voorkomen is, dat weet ik ook niet, hè? Ja, er zit niets anders op, hè. Ik ga gewoon Linda verkopen. Ik ben al die beu. Dat stopt hier met Linda. Dat is de laatste Linda-video dat ik hier maak. Het zal gedaan zijn. Die papa zeggen dat je fruitpapjes gaat eten bij Jonathan. Maar eigenlijk zitten met Jonathan vele dingen te doen in bed. En papa moet dat maar allemaal geloven. Nee, maar papa is naïef. En papa is goed. Een keer je oorkens kuist, nee. Dat is toch mijn schiet klein. Ja, ik en Linda hebben elkaar leren kennen. 3 jaar geleden. Toen ze gewoon uit de moeder kwam. Mag ik ook wel even voor een camera staan, zeker? Wat zei je? Dat is heel kijk, Twent. Werd dat hier? Tomme vent. Ik ben bezig met een interview. Stel eens in. En daarachter heb ik besloten om samen fruitpap te eten, hè. Ah ja, het was er. Een fruitpap? Zit er daar alcohol in? Hé? Nee. Was dat een normale fruitpap? Kijk wel naar u, hé. Naar de cameraman. Het is niet omdat ik naar daar kijk dat ik u niet zie, man. Ik zie wat kijken ze naar Linda. Linda is niet de cube.